Kijkers Botlek TV, goeiedag. We staan hier op het Zuidplein. Zuidplein laag en boven mij Zuidplein hoog. Want daar gaat de metro. Vanuit Rotterdam Centrum, via Roon, Hoogvliet naar Spijkenissen. En die metro wordt gedragen door dit soort pijlers. Prachtige pijlers die sterk zijn, van puur beton. En sommige die zijn natuurlijk dubbel prachtig, want daar staat een schildering op, zoals hier, vlakbij het Theater Zuidplein aan de andere kant. Ja, en die schildering, daar gaat het uiteindelijk om. We hebben al veel eerder, enkele jaren geleden, ik denk zelfs inmiddels 2,5 jaar tot 3 jaar geleden, hebben we hier ook gestaan. Toen was de paal in deplorabele staat, want dit is de opgerolde krant. Het kunstwerk wat herinnert aan Dagblad Het Vrije Volk. Inmiddels opgegaan Rotterdams Dagblad, Algemeen Dagblad. Kunst en Vaarwerk. Een collectief van jonge kunstenaars toentertijd die dit mogelijk hebben gemaakt. En ja, toen wij de laatste keer hier stonden, de verf bladderde eraf, hebben we een actie gehouden. Hans Grotenhuis en ondergetekende hebben ons best gedaan om de paal weer terug te krijgen in oude glorie, om er weer echt een kunstwerk van te maken. En dat is gelukt. Met dank aan velen en zeer dank aan Wim Vijbers van Droom en Daad. Want dat is de organisatie geweest die hier geld in heeft gestoken, waardoor het geen lelijke paal meer is, geen betonnen grijze paal, maar een mooie paal met een kunstwerk. Maar er is wat aan de hand met deze paal. Ja, paal rot. En daar ga ik zo meteen met u over verder. Kom, we lopen er eens even omheen. Paalrot. Ja, niet het kunstwerk, want dat is gewoon fantastisch. Maar het is wel een rot gezicht dat er gewoon een infobord van de RET voor staat. Op twee palen. Dus dat zijn de rotte palen. En ja, natuurlijk moet er informatie komen. Je moet weten wanneer je bus vertrekt, wanneer de metro vertrekt. Ontzettend belangrijk. Maar waarom op dit ontzettende grote immense plein wordt hier uitgerekend voor een kunstwerk wat voor een kapitaal is opgelapt, wordt daar een bord neergezet, een infobord. Het is onbegrijpelijk. En we zijn al heel lang bezig om dit infobord elders geplaatst te krijgen. Maar de medewerking van de gemeente, nou ja, tot zover zij daar een rol in hebben natuurlijk, want dit is ook eigendom van de RET. Maar van, laat ik het zo zeggen, van de officiële instanties, ja, ze lopen niet echt hard. Er zijn echt brieven zijn er verstuurd, mails zijn er gestuurd, hebben gesprekken plaatsgevonden. Maar het lijkt wel tegen dovemans oren gezegd. En nou, pas onlangs heeft Wim Reiniersen van de gemeente Rotterdam heeft uiteindelijk beloofd, we hebben nog geen eens hoeven te dreigen, maar hij heeft het beloofd, dat deze paal, de infopaal, binnenkort wordt verplaatst. Maar wat is binnenkort? De afspraak is al jaren geleden gemaakt. Het gebeurt maar niet. En we zijn net zo benieuwd als u wanneer deze rotte paal, dit infobord, wordt verplaatst. Ik doe een oproep aan de RET, aan de gemeente, Wim Reiniersen, de projectleider en alle andere mensen, Hart van Zuid, om er nou eens echt voor te zorgen. Het is nu maart 2024, dat dit echt een keer gaat verdwijnen. U moet uw woord houden. Daar houden we u aan. En anders, ja, staan we hier misschien volgend jaar weer. Maar dan met veel meer mensen. Dit was Botlek TV. Doe er wat mee.